Mijn naam is Jori. Ik speel toetsen bij Simon en Kipski. En welkom aan mijn ontbijttafel deze ochtend. Ik ben gevraagd om iets te vertellen over onze videoclip voor het nummer More is Less. En dat is eigenlijk bijna een zelfstandig kunstproject wat draait op de site One Frame of Fame. En het is een interactieve video waarin mensen over de hele wereld, fans en ook de niet-fans, kunnen participeren in onze clip. Het idee van de clip komt eigenlijk van de regisseur Roel Wouters. Die heeft samen met Jonathan Pucky het concept bedacht. Het idee is in ieder geval dat de band maakt een beweging, een soort van grote beweging voor de camera. En nou ja, een beweging bestaat uit een aantal losse opnames natuurlijk, losse foto's en die frames. Die wilden we laten vervangen door mensen over de hele wereld via hun webcam. Roel had ons daar een voorbeeldje van laten zien, van dat hij zelf stond te dansen en dat hij een stel vrienden zeg maar, die beweging had laten kopiëren. En daardoor wordt zeg maar, een dans plotseling een soort van stop-motion animatie, maar wel eentje ja, die echt de hele wereld overspringt. Van slaapkamer naar slaapkamer, van kantoor naar school of wat dan ook. Onze eerste videoclip, Shitty Bum heette die. Die toen bestond, YouTube bestond nog niet eens. En toch is die honderden duizenden keren bekeken destijds. Dus we wisten al wel lang van de macht van het internet, zeg maar. En ook, zeg maar, alleen die clip die heeft ons optredens in het buitenland, in Denemarken en Duitsland en zo opgeleverd. Terwijl onze plaat daar nog niet uit was en mensen nog niet van ons gehoord hadden, zeg maar. Dus onze muziek verspreiden via internet op... Zeker met dit soort inventieve video's, dat is altijd wel iets geweest waar we bewust van waren. Het internet heeft best wel de kunstwereld, denk ik, op een bepaalde manier op zijn kop gezet. Omdat plotseling iedereen heeft zijn eigen galerie of zijn eigen portfolio. Zijn eigen MySpace met zijn eigen tracks, weet je wel. Je hoeft niet eens meer muzikant te zijn om een plaat te maken, zeg maar, met je laptop. Met je laptop en een geluidskaart, of niet eens, weet je wel, kan je al zoveel doen. En weet je wel, met je Photoshop kan je ook al zoveel doen. En via internet is er altijd een manier om het te distribueren aan de wereld, weet je wel. Dus het aanbod is overweldigend, maar het is ook heel leuk, want het neemt een heleboel barricades weg. Dus wat ik er zelf heel leuk aan vind, is dat mensen die originele of creatieve ideeën hebben, die misschien niet commercieel zijn per se, weet je, of die niet verkopen, maar dat je dat toch kan vinden, weet je. En het is een waanzinnige stortvloed aan informatie en het is veel te veel en er zit onwijs veel meuk tussen natuurlijk. En schattige katjes en zo en baby's en bla bla bla. Maar een origineel idee, it pays off, you know. Als je mensen die een goed concept verzinnen voor een videoclip of een nieuwe stijl of zo. Van, je kan jezelf echt zichtbaar maken en via blogs verspreidt dat zich gewoon. Dus het zeg maar het laagdrempelige vind ik heel goed. En de goede ideeën die filteren zich naar boven, weet je. En je ziet heel veel, ja, ik denk daardoor ook dat bijvoorbeeld stop-motion animatie is best wel een soort van hype geworden de laatste tijd. En dat komt ook omdat het van dat ambachtelijke huiswerk is of zo, weet je wel, waar het internet best wel een rol in gespeeld kan hebben. En je ziet nu ook weer dat
thuis knutselen met viltstiften en klei en zo, dat weer terugschiet naar grotere videoproducties. Zie je heel vaak van die dingetjes die je dan in zo'n hele kleine internetproductie hebt gezien, dan plotseling in een in zo'n mainstream video weer opduiken of zo. Ik denk dat als je een origineel, goed, creatief idee hebt, dat het vroeg of laat wel gaat opvallen en gaat werken, weet je wel? En dat je dan daar met internet een belangrijke manier kan hebben om jezelf aan de wereld te laten zien. Ik bedoel, ik heb zelf ook met een andere band, die gooit een paar liedjes op MySpace en toch, het wordt toch gehoord door mensen overal. Ik weet niet hoe die paden precies werken, maar het is echt heel grappig om ja, zo echt van je huiskamer de wereld in te gaan, zeg maar. Maar wat het allerbelangrijkste is, maar ja, dat is in het algemeen, is denk ik dat je iets moet doen wat echt is en wat dicht bij jezelf is. En ik denk juist dat je nu met alle openheid van het internet, zeg maar, er veel, veel, veel interessanter werk kan doen dan dat wat gericht is op het verkopen van een heleboel albums.